In het park Selwert worden ruim 80 bomen gekapt voor de verbreding van een fietspad. Het fietspad is namelijk een van de drukste fietsroutes van de stad richting Zernike. Om deze reden wil de gemeente het fietspad verbreden naar 4,5 meter. Dit maakt de bewoners van Selwert boos. De toestroom wordt steeds groter als je het fietspad gaat verbreden. En daar zijn wij op tegen, want het wordt helemaal omgegooid weer. En er is net 3,5 jaar geleden in geïnvesteerd. Maar dat betekent dat de flora en fauna weggaat. Er worden bomen gekapt die kerngezond zijn en die gaan er nu ten koste van een fietspad. Die waarschijnlijk in de toekomst ook niet zo veelvuldig meer gebruikt gaat worden. Omdat er een heleboel studentenbewoning aan de andere zijde tussen de Zonderlaan en de Friese Straatweg wordt geplaatst. Zit denk ik van, ja, is dit echt wel nodig om dan zoveel natuur te slopen? De bewoners vinden daarnaast ook dat de gemeente hen onvoldoende heeft geïnformeerd. Er zijn gebieden hierachter, Ranonkelstraat, Duindoornstraat, wat allemaal gekapt wordt. En die mensen hebben vorige week pas bericht gekregen dat er een fietspad langskomt. Bij de Tuinbouwstraat zijn alle groentetuintjes ineens weg. Mensen hebben nooit geen bericht gehad van de gemeente. Wij zijn niet voor die tijd ingelicht. De buurtbewoners laten het hier niet bij zitten en hebben inmiddels al meer dan 500 handtekeningen verzameld tegen de bomenkap. Tot 1 maart kunnen de bewoners nog bezwaar indienen tegen de verbreding van het fietspad.